En je ziet dat er in Nederland een enorme behoefte is aan schieten. Je kunt zo'n zo paar honderdduizend vrijwilligers krijgen. De er maar geschoten kan worden als er maar kan worden. En dan vooral een Nederlands leger. Dat, dat biedt tegen wie gaan we ons dan verdedigen? Tegen de Belgen of zo? <laughs> eh? ja, sowieso stelt dat leger al niet zo Ten heel veel. Tegen die Duitsers, Neonazi's of zoiets. Nee hoor, oh, kom op. Het verlossen, kunt u mij horen? Het Drie Drieluiken Gouden Eeuw, IJzeren Eeuw, Uitvinders is nu beschikbaar. Uh, mocht je dat gemist hebben, misschien wel door de vakantie, dan kun je het nu terugluisteren. Voor het gemak hebben we de linkjes naar die afleveringen ook eventjes in de show notes gezet. Ik zag gisteren een filmpje van een hondenbus. Zo komt er een, een, een bus voorrijden en uh, daar kan je hond aan instappen. En dan gaan ze naar een plek toe waar ze uitgelaten worden. En die honden zitten allemaal op stoelen en die zitten ook in riempjes. Oh. En dan gaat een deurtje open en dan, nou ja, dan loopt de hond naar binnen en neemt plaats op een stoel. En de hond weet waar hij uit moet stappen. <laughs> ja, schijnbaar hebben of ze, of ze zelf. maken ze gewoon een rondritje of zo. <laughs> Volgens mij hebben ze dezelfde eindbestemming allemaal. Allemaal dezelfde. Dus ze gaan, ze gaan naar een hondentheater of zo. Ja, of, of naar nou het nou. bos worden uitgelaten. Hondenfilm. Ik denk hè? dat dit uit Amerika ja, komt. Waar allerlei honden op de film, allerlei katten achterna zitten en ze dan tenslotte te pakken krijgen. Zoiets. Ja. Het doet een beetje denken, maar dat is een heel wat uh, nuttiger uh, onderneming. Aan die duiven. Die, hey, je hebt in, in New York heb je natuurlijk die, die, die ondergrondse lijnen. Die komen al vrij snel buiten, maar net komen ze boven en dan lopen ze nog tientallen kilometers door. En die duiven die hebben, zijn erachter gekomen dat je bij de eindhalte Stappen ze in. Heel veel mensen eten hun ontbijt uit een zakje of een trommeltje in, in, de, in de metro. En dan reizen ze helemaal mee tot, tot het, waar, ze, waar de trein onder de grond verdwijnt. En dan stappen de duiven weer uit, vliegen ze weer terug naar het beginpunt. En, dat is een, en voor, die, voor die duiven is dat een heerlijk. En ze reizen de hele dag met de trein. in zitten lekker warm en droog. En bovendien hebben ze een hoop te eten. Ik zat in de klas met zo'n jongen die inderdaad wedstrijden ook met duiven deed. Dus die, die bracht die. Nou ja, we hebben het ook wel eens over die duiven gehad van de familie Rothschild. Ja. En die duiven, daar kun je heel handig gebruik van maken. In dit geval hebben de duiven dit allemaal zelf uitgevonden. Zo'n dieren zijn veel inventiever dan wij denken. Denk aan die beren, ik geloof in het Yellowstone Park. Die beren daar, vooral de zwarte beren, die grizzlies vallen op dat punt nog aan mee, geloof ik. Maar die zwarte beren, die plunderen dus, eh, hoe heet het, tenten. Mensen die daar in een tentje overnachten op een camping. En die vreten dan de hele boel op. En zodoende kon je daar speciale bussen krijgen, die zodanig waren geconstrueerd dat een beer zo onmogelijk open kon krijgen. En dan kon, je dan kon je dan naast je tent zetten, maar goed, die beren konden er dan niet bij. Tot ieder stoppe verwondering waren die beren er vrij snel achter hoe je die bussen wel open moest krijgen. En dat niet alleen, op een of andere manier wisten die beren dat aan elkaar te vertellen. Want al heel snel wisten alle beren in het Yellowstone Park hoe je die bussen open moest krijgen. Dat is toch een heel interessant gegeven? Zeker, ja. Ja, nou ja, dan al die andere verhalen. Wij zijn altijd geneigd om onze intelligentie te overschatten en de dierenintelligentie te onderschatten. Te meer omdat het vaak een vorm van intelligentie is die anders werkt, omdat zij simpelweg in een andere. Wereld wonen en leven. Er zijn dit jaar ook, uh, zijn het volgens mij, zeker twee boeken verschenen die een heel interessant licht werpen op, op uh, hoe anders uh, uh, dieren tegen de wereld aankijken. Nog afgezien van het feit dat tal van dieren, tal van insecten, uh, zintuigen hebben waarmee ze dingen kunnen waarnemen die wij helemaal niet kunnen waarnemen. Bijvoorbeeld ultraviolet licht kunnen wij niet waarnemen. Er zijn tal van dieren die dat wel kunnen. Kortom, en denk aan hoe goed honden kunnen ruiken. en Dan heb je nog, ik geloof, aasvliegen. Die, die kunnen een, een groot kadaver ruiken over 30, 40 kilometer afstand. Ja. Of denk aan al die dieren die ze kunnen leren om landmijnen op te sporen. Hmm. Dat hoor je nu ook als het gaat over biodiversiteit. Hè? Dan hebben ze het natuurlijk over de afname van biodiversiteit. Doordat bijvoorbeeld een bepaalde diersoort of een insect uitsterft. En dat hele biodiversiteit en dat gebied dan uh, 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 aan het wankelen wordt. Ja, natuurlijk, vaak zijn dat samenhangende uh, systemen. Ook wel voor de hand liggend, natuurlijk. En ja, je moet het even dicht doen. Want het is. Uh, een heerlijk regentje valt op ons neer. Mogen we nog even een, een, een niet-politiek correcte opmerking maken op dit punt? We zeiden het al. Wat een zegen, zo'n lullig wintertje. Hè? Heerlijk, nu wel ja. Maar een paar en dat er dan meteen overal staat dat het allemaal aan de klimaatopwarming ligt. Over de lange termijn ja is dat zo. Loopt het langzaam op? Goed, we zullen zien wat de uiteindelijke effecten zijn. Wat nog even over maar die... voor de bejaarden is de milde winter, die volgens iedereen het gevolg is van de klimaatopwarming. Een onbeschrijfelijke zegen. Heerlijk. Ja. Het klinkt egoïstisch, ik kan er niks aan doen, maar het is wel zo. Heb je niet die uh, skipistes gezien in Frankrijk? Ja, dat, maar dat werkt enorm op mijn lach. Maandverband skiën noemen ze dat. Ik wist niet dat het zo genoemd werd, maar er nee. was één streepje, was, daar lag nog wat sneeuw. Ja, het is. Uh, ja, ze hebben van die sneeuwkanonnen die ze erop gezet hadden, toch? Ja, dat, ja, dit, dat... Er zijn natuurlijk massa's dorpen die, die, die leven van dat seizoen, van die drie maanden dat de sneeuw ligt. is er dan geen sneeuw, dan zijn ze volledig te sigaren. Dan gaat iedereen failliet. de ja. horeca. Al die leiden die, die chaletjes vuren. De hele zante kraam had op de fles. Ze gingen nu met mountainbikes gingen ze aan de slag. Om dan toch nog maar iets ervan te maken. Ja, het is wel een grote treurigheid. Ik heb nooit iets in wintersport gezien. Mijn vrouw ging altijd. Ik vond het leuk. Kinderen vonden het ook leuk. Hoewel mijn dochter haar twijfels had. Dus mijn vrouw ging altijd met de kinderen naar de wintersport. En jij bleef lekker thuis? Ja, ik bleef heerlijk thuis. Maar waar het ook altijd dit soort van weer was. Grijze, hmm. een beetje regen. Ja, ik heb een ontzettend hekel aan vorst, aan sneeuw, aan ijs. En dan ga je dus dik betalen om ergens naartoe te gaan waar vorst, sneeuw en ijs zijn. Nou ja, dat, dat is toch onbegrijpelijk? Ik, hoor, ik spreek wel eens moderne ouders en die zeggen dan van uh, uh, skiën en ski nemen. Dat hoort toch wel bij de moderne opvoeding? Kijk, <laughs> ik denk, Nee, hey. ja. <laughs> Dan hebben we mijn kleinzoon. Ja. Die komt gezellig op bezoek. Ja, die komt op bezoek. Dat is al groot. Hij is vijf. Ja, dat gaat enorm snel. Nou, het is ook wel een quick ventje hoor. Ja, je begrijpt dat ik natuurlijk bevooroordeeld ben in dit, in dit verband. Uh, vijf, ja. Dus het is wonderbaarlijk wat een kind van vijf al weet en kan. Ja. Ja. En zie je iets van jezelf terug in je kleinzoon? Nee. Nee, ik was een Sloem ventje. Hij is, het, oh, hij is het tegendeel van sloom. Ik weet wel dat mijn opa over mij zei, ik zou toen een jaar of vier, vijf, zo ongeveer deze leeftijd zeggen geweest, dat ventje is oud geboren. Dus dat geeft al een beetje aan dat ik een, een rustig, beschouwelijk kind was. Ook niet vechtlustig of zo, of, of schreeuwerig, of nou ja, al die dingen die ontbraken bij mij een beetje. Maar zie je iets terug dan van een ander familielid? Want dat wordt nog wel eens gezegd, hè, dat er dan iemand anders in de familie Nee, eigenlijk niet. Het is, het is, is sui generis. Okay. Het is weer een heel apart nieuw nieuwe editie. Je weet ook totaal niet hoe, hoe een kind zich zal ontwikkelen, natuurlijk. Ja. ja want ook, wat ja, dat is ook de bekende theorie, is natuurlijk dat, dat mensen af zijn als ze drie zijn of zo. Dat dan alle complexe erin zitten en de frustraties en de trauma's eh, nuttig opgebouwd zijn. Maar ik geloof daar geen donder van. Je kunt de loop van je leven nog aanzienlijk veranderen qua karakter. Ja, toch zeggen ze dat je op deze leeftijd wel een beetje ziet hoe, het, hoe de vorm is. Nou, je, de... je ziet wel iets van basiskarakter, ja. Het is een ondernemend nieuwsgierig kind, zonder meer. Hij kan ook knap lastig zijn, ook dat. Dus dat in die zin, ja. Vergeet niet, ja, een klein kind, dat is. Een, de, in die, je kinderen hebben de helft van jou. Gaan even ruw genetisch te werk. En dit is dan maar weer een kwart natuurlijk. He? Er zit drie kwart in van allerlei andere mensen. Genetisch gesproken. Ja. Nog eventjes over de biodiversiteit. Hè? Want dat is misschien wel leuk om daar nog eens een keer uh, iets aan te doen. Aan de, aan de dieren en wat we daarvan kunnen leren. Ja, dan zou ik dat enorm leuke boek moeten lezen. Ik uh, ben nu even de titel kwijt, maar er is de afgelopen weken... Is daar veel aandacht aan besteed volgens mij. Ook meerdere krantartikelen zijn daar aangeweid. Maar het is natuurlijk een algemeen bekend feit dat dieren vaak ook enorm ingewikkelde communicatiesystemen erop nahouden. Denk aan die walvissen. Niet waar die met elkaar over hele grote afstanden kunnen communiceren. Door wonderlijke geluiden te maken. Je hebt dat vast wel eens gehoord, hè? Dat, dat, dat walvissen, die walvisgeluiden. Schijnt dat als je in asiels, waar die honden de hele dag zitten te blaffen. Als je dan die walvisdisk uh, uh, afdraait, dat ze geleidelijk aan tot rust komen. O, oh, is dat zo, ja? Ja, een beetje hetzelfde als met deze podcast. Al die mensen die in slaap vallen als ze mijn stem langer dan tien minuten horen. Zoiets, uh, zoiets is het eigenlijk. Het is een heel diep geluid, toch? Ja, het zou kunnen. Olifanten die kunnen, die kunnen op de grond stampen. En dat geeft natuurlijk heel laagfrequente trillingen. En die, die kunnen op die manier kunnen... die. Uh, uit vogelen waar andere olifanten zich bevinden, hoe ver dat weg is enzovoort. Het zijn zulke laagfrequente trillingen dat wij mensen er helemaal niks van merken. Is wonderlijk eigenlijk toch, hè, dat ieder dier heeft een bepaalde functie. Nou ja, een bepaalde functie die, die, die heeft een reeks van eigenschappen waarmee die zich redden kan. Ja, maar al, tenminste in, in laten we zeggen, de omgeving waar die, waar die succesvol leeft. Want als je die omgeving opdoekt, je bouwt er bijvoorbeeld een stad. Dan zal een groot deel van de dierenwereld verdwijnt en er komt een heel nieuwe dierenwereld voor in de plaats. Ik bedoel, de meeste vossen in Engeland leven in Londen, niet op het platteland. Want dan word je achter de vodden gezeten vanwege de vossenjacht. Nou geloof ik niet dat die tegenwoordig verboden is, maar ja, in Londen wemelt het van de vossen. Maar er is ook een bepaalde samenhang natuurlijk, in, in, niet in een stad, maar in een, een natuurlijk gebied. Daar zie je toch wel een bepaalde samenhang tussen de beesten en de planten Dat, dat der... is zo, maar de stad biedt heel veel dieren een bijzonder aantrekkelijke omgeving. Ik zou maar zeggen, wilde zwijnen zijn in tal van grote steden in Europa, zijn die bezig aan plaag te worden. Ik verwacht hier ook in het Willeminenpark, maar dat zou me niet verbazen. Ik dacht dat er zo'n groepje wilde zwijnen verschijnt. En je weet dat is een ramp voor, dat, voor de grasmat. Ja, want die, die zoeken allerlei like, dingetjes uh, vlak onder de, uh, over de, onder de oppervlakte. We kennen het ook van de bevers hè, in bepaalde gebieden. Er zijn er ook te veel van. Ja, daar zijn we met die bevers begonnen. vonden we een lollig idee. Omdat die bevers natuurlijk zelf ook weer zorgen. Hè? Die bouwen dammen en dan krijg je dus een meertje achter en zo. En dat leidt weer tot grotere diversiteit enzovoort. En al heel snel krijgen we dan genoeg van die uitgezette beesten. En dan moeten ze weer bestreden worden. Dat is ook vrij karakteristiek. Dat ze dan dingen doen die ons... Hele... Hadden we nog zo'n afspraak met die bevers gemaakt? Jullie kunnen daar lekker beveren. Hè? Maar verder geen gekloot. En verdomme, die bevers krijgen een heleboel jonge bevers. En die jonge bevers willen ook zo'n dam maken en zo'n meertje. en Gaan ze maar door. En dan bevalt het ons niet. En dat geldt ook... Ja. Ik begreep laatst dat het wilde zwijnen waren in Nederland uitgestorven aan de late 19e eeuw door bejaging, de overbejaging ook. Nou ja, die zijn opnieuw geïntroduceerd door Prins Hendrik, die niet voor niks Varkensheintje heette, de echtgenoot van Wilhelmina. Ja, omdat zijn enige lievebrein was het doodschieten van wilde zwijnen. Daarom had hij ze ook hier geïntroduceerd om ze dood te schieten. Net als een exotische van zand. ...die geloof ik, oorspronkelijk uit China komt, al weet ik het niet precies zeker... ...die is geïntroduceerd om op te paffen. En die zijn ook geselecteerd, en dat is van Zanten zijn, zoals je weet, uniek stomme dieren. Ja, dus die hebben altijd de neiging om in de richting van de jagers te vliegen. Maar ze zullen ook wel weer ergens goed voor zijn, toch? Die van ja, het, hele, het, hele, het hele idee van de jacht als een lolletje, zo'n leuk uitje, We gaan, van, 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 vanmiddag gaan we jagen... Ah, we lekker beesten doodschieten, hazen doodschieten. Kijk, ik ben, ik ben een, als je geen eten hebt en, en je hebt wel een geweer en geen eten... je kinderen zitten, we zitten magertjes te schreeuwen in het schuurtje... dan mag je voor mij erop uit om een haas te schieten of weet ik wat je gaat schieten. Dat mag. Maar waarom je met een hele reeks van lui, bovendien met, met van, die, van die lui... die dan eerst in het bos moeten gaan schreeuwen en met stokken gaan... Om die beesten tevoorschijn te, te toveren. Hoe heet dat ook alweer? Dat is ook een naam voor die lui. En dan staat die hele groep, niet waar, met van die plusvoors. en jachtpetjes op te wachten met geweren. om op die beesten te schieten. Meestal zijn ze nog te lui om eigen geweer opnieuw te laden. Dan hebben ze een lader naast zich staan. die dat, dat ding dan laat. en dan een tweede. Nou, dat is toch wel een treurigheid. Eh, kijk, dat, dat is natuurlijk ook een overblijfsel van. Van feodale toestanden en ooit zal die jacht wel een soort betekenis hebben gehad, Maar hou op met die flauwekul nu. Willem-Alexander doet het ook nog hè? Ja, en zijn dochter heeft ook haar uh, jachtprofet ja. gehaald. Ja, terwijl je daar toch zou kunnen <coughs> voorstellen van hey nieuwe generatie die zegt hey papa hou eens op met die flauwekul. Dit, dit, uh, dit gaan we niet meer doen. Nee, het schijnt volgens mijn uh, dochter of mij vertelde mij dat zij mensen had te die ook een uh, jachtvergunning hadden gehaald jachtdiploma en dan heb je waarschijnlijk daarmee ook een vergunning om te gaan schieten. Maar moet ik dat dan zien als een soort van hobby? Doen ze dat omdat ze dat, ja, dat leuk vinden? Ja, het is een hobby. Ja. Neem aan dat het een soort hobby is. En dan ga je in het weekend ga je dus in een levend dier doodschieten. Ja. En waar zit dan het Lekkerere plezier? hobby. Waar zit dan het plezier voor die mensen? Ja, ik, ik neem aan in het feit dat ze voortdurend raak schieten of dat ze uniek goed zijn in het schieten of ja, dat dus ze maar naar boven hoeven te kijken of ze kunnen een vogeltje uit de lucht knallen. Denk ik. Ik heb geen flauw idee. Of de algehele gezelligheid van het, van het knallen. Het zit op het niveau van, de, van, de vuur, van het vuurwerk, denk ik. Ja. Je vraagt je af waarom hier een punt. Er zullen vast politieke partijen zijn die hier een stokje voor willen steken. Maar dat dit nog niet verboden is in Nederland, nu in deze tijd. Nee, maar het is helemaal niet verboden. Er wordt op grote schaal gejaagd, natuurlijk. Ja. Wij wel alle, voor zover we nog natuur hebben, veel is het niet. Daar kun je jagen, daar kun je een vergunning voor krijgen om daar de, de hazen dood te schieten of wat er Maar zit. vind je dat niet gek? Nee, maar je mag niet op beschermd wild schieten, dus ik denk dat de eekhoorns beschermd zijn. Maar konijnen en hazen zijn niet beschermd, bij ja. mijn weten. Maar in de tijden van de woke cultuur en de cancel cultuur... Ja, er zijn natuurlijk mensen die er tegen zijn. Ik ben er dus ook tegen in de zin dat ik niet goed begrijp waarom het lollig is om op zaterdagmiddag zes hazen dood te schieten. Ja, zegt, dan weten ze zelf op. Nou ja, ze zelf opeten, alleen. Dat is dan een stap in de goede richting. Dan moet je wel een heleboel hazen opeten in de komende weken, natuurlijk. En dit zijn, denk ik, mensen van de adel die dat ook doen. Daar hoort het natuurlijk ook van. Ja, liefst... dat is natuurlijk een klassiek aspect van, van, van de aristocratie. Dat je jacht, dat je dan iets leuks vindt. Hè? En dan denk ik aan allerlei mensen, natuurlijk, die de groot wild jachten je moest dan. De Big Five moesten je gaan schieten in Afrika. Wat was het ook weer? Olifanten, buffels, leeuwen, noem nog eens wat. En zit, zit ik nog maar op drie. Ja, een giraf, ik weet niet of die er ook bij hoort. Ja, dan moet je wel heel hoog kunnen. Nijlpaard? Nijlpaard misschien, ja. Maar dat spreekt minder tot de verbeelding. Bovendien zijn nijlpaarden bar gevaarlijk, heb ik begrepen. De enige echt gevaarlijke dieren in Afrika. Ja. Hey, Tom Jan Mees heeft weer een mooi stuk afgeleverd. in uh, de Kwaliteitskrant. Ja, dat ging over het bezuinigen op, op Defensie. Ja, de rol van Rutte daarin. Ik heb het nog niet gelezen. Ik heb de krant maar net. De krant was ernstig door de regen aangetast. Dus die... Oh, die ligt te drogen, ja. Ja, die ligt te drogen, zo is het. Nou, het komt er in ieder geval op neer dat Rutte zich persoonlijk heeft uh, bemoeid met de bezuinigingen bij Defensie. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Hans Hille wordt Kijk, aangehaald kan... in het artikel. Ja, een groot denker. Uh, nou ja, die zaak ligt natuurlijk betrekkelijk simpel. Op het moment dat die bezuinigingen doorgevoerd werden, leek dat volkomen redelijk te zijn. Dat nu achteraf, en pas nadat eh, Poetin eh, de Oekraïne heeft, heeft aangevallen, iedereen zegt, oh, hadden we het maar niet gedaan, hadden we de zaken maar op orde gehouden. Dat is maar heel betrekkelijk in allerlei opzichten. Daarbij moet ik eigenlijk het voorbeeld geven van: God, hoe heet die man nou toch ook weer? Die eh, minister, eh, Duitse minister van, van productie ook tijdens de Eerste Wereldoorlog. Nou dat kan er nu niet opkomen, doet er niet veel toe, dat moeten de mensen even thuis op zoek. Hij is later vermoord door rechtse rechts radicalen. God, nou ja, weer zo'n ouderdoms, ouderdomskwaal. Maar goed, na de Eerste Wereldoorlog waren de Duitsers gedwongen om eigenlijk een groot deel van hun bewapening weg te doen. En hun leger te beperken tot een soort kernleger van, ik meen, 100.000 man. Nou ja, je begrijpt ach en wee, en eh, hoe kan dat nou? We zijn, we zijn onze macht kwijt, we hadden een ellende. En toen zei die man, die minister, die denken kon. Die zei: joh, daar moet je helemaal niet over piekeren. Want op korte termijn is er, is er helemaal geen sprake van, van oorlog. En tegen de tijd dat dat eventueel weer zo is, kunnen wij ons opnieuw bewapenen en dan hebben we de modernste wapens. In plaats dat we nu met oude rommel door zouden moeten, we moeten eigenlijk de geallieerden dankbaar zijn dat we die oude rommel af moeten danken. En ik denk dat dat hier ook een rol speelt. Ondertussen zijn natuurlijk de eisen die je aan een modern leger stelt in allerlei opzichten structureel veranderd. Deel van de eisen is nog wel zo. Maar ik zag bijvoorbeeld ergens staan dat je, dat je in, de, in de kop van dat artikel. dat je zonder tanks. dan was je, was je een. was het ook alweer? Nou ja, een trompetist zonder trompet, zoiets dergelijks. Nou, lijkt me leuk, ook eerste klas. We zijn een betrekkelijk klein land. we zouden beter goed na kunnen denken over hoe we onze strijdmacht. zo efficiënt mogelijk kunnen integreren. in een grotere Europese strijdmacht of eventueel uh, ook nog in, in een NATO-strijd, maar ik weet niet precies hoe, die, hoe dat gerelateerd zou moeten zijn. Maar dat je zonder tanks geen, geen betekenisvolle defensiepolitiek zou kunnen voeren, zegt Kletskoek eerste klas. Okay. Je ja, zou juist eens over, gezien de gebeurtenissen in de Oekraïne, zijn heel goed na moeten denken over wat voor tanks dat dan zouden moeten wezen. Eh, klas een heel stuk over... Kleine kleine gevechtseenheden van het Oekraïense leger die met quads opereren. Nou ja, dan denk je, god, eh, misschien is het wel niet zo'n geweldig idee om met zo'n ding van 60 ton rond te gaan rijden. Denk aan die, aan die tanks daar, die Amerikaanse tanks in Irak. Die extreem kwetsbaar bleken voor hele simpele wapens. Ja, dan waren de unknown, unknowns, geloof ik, waar een Rumsel de over had. Dus ja, ik, ik, ik kan me dat, dat je na 89 dacht, nou ja, het zit erop. De koude oorlog is voorbij. Hadden wij, ik geloof dat we oorspronkelijk van plan waren, weet ik veel van die, hoeveel van die, van die F-35's te kopen? 101 of zo, zie ik het goed? Zonder van het geld! Laten we, laten we de heer danken dat we dat niet gedaan hebben. Wat moet je met die dingen? Eh, dat is ook niet helemaal niet duidelijk hoe die... Die alleen kunnen opereren binnen een, een, een kader wat door de Amerikanen gedefinieerd is. Dus ik weet dat zo net niet. Ik heb begrip voor dat er fors doorbezuinigd is. Dat we er nu spijt van. Ja, zo een Poel. Ja, met de kennis van nu. Ja, het zeker. Ja, dit is even kijken, de jaartallen zijn 2010, 2014. Ik zit en het tocht als een scheet. Dus ik heb elk jaar weer spijt dat ik een nieuwe kozijn in heb laten zetten, ja spijt, spijt, achteraf daar geef ik niet veel voor. Nee, maar, maar vind jij dat, dat landen ook binnen de Europese Unie geen eigen leger meer moeten hebben? Nou, dat zou de beste oplossing zijn dat je dus een taakverdeling maakt. Hmm. We mogen nu in Duitse tanks, kunnen we zeggen, we hebben geen tanks meer, we hebben een deal met die Duitsers dat we in Duitse tanks mogen rijden. Ja. Ja, er zijn ook nog wel wat geluiden van mensen die zeggen, ja, je weet nooit hoe het gaat. Dus het is toch wel fijn om als land altijd nog zelf iets te hebben. Dit hoeft niet helemaal uitgebreid te zijn, maar dat je... Maar voor, teken... je zult toch eerst moeten definiëren wat je taken zijn. Dat is, dat, is, dat is bij al die praten over de Nederlandse defensie is mij dat nooit duidelijk geworden. Maak eens een, een, een statement van wat je eigenlijk wil met dat leger. Waar, waar moet dat ingezet worden? Bij vredeshandhaving in Mali of... of heeft het iets te maken met Midden-Europa? We moeten wel weten wat we ermee moeten. Dat wordt nooit duidelijk. Nou ja, je, je hebt wel... ook het gevoel dat militairrijken allemaal dol zijn op de hardware. Ik, kan me, ik heb alle begrip daarvoor. Ik moet mezelf de hele grotgans jaar beheersen om niet een peperdure camera te kopen. Terwijl ik eigenlijk wel weet dat ik met die iPhone heel redelijk bediend ben op het gebied van het fotografisch gebied. Maar ik zou doorgaans zo'n fijn lijkaartje willen hebben. Ook maar geen reclame maken. Maar waarom doe je het niet? Wat kan je oud schelen? Precies, ik, dat denk ik dan ook. Ik kan het makkelijk betalen, maar ik ook niet zo'n fijn lijkaartje kopen. Wat kan mij die 4000 euro's Vijf, Vijf weet ik hoe idioot duur die dingen zijn. Ja, omdat ik dan, dan toch tenslotte denk van ja, wacht nou even. Wat ga ik dan doen? Het is, is gewoon gadget loving is dat. Ja, dan gebruik ik het twee keer? Je maakt dus een lolle fotootje. Je denkt bij zijn, nou ja, zoveel beter dan die iPhone foto's is het nou ook weer niet. Behalve wanneer je het dus vijftigvoudig vergroot. Ja, en we hebben het nu natuurlijk over Europese integratie. Maar het, het zou een keer kunnen zijn. Je kunt het je nu niet voorstellen dat dat verhaal ook een keer anders ligt. Dat mensen denken we gaan toch weer ons eigen land verdedigen. En is een eigen leger wel fijn. En dat spullen. zou kunnen, maar dat zien we tegen die tijd dan wel. Okay. Dat zie ik voorlopig ga niet gebeuren. Nee, ik ook niet. Maar je hoort mensen die zeggen ja, toch een slag om de arm houden. En dan vooral een Nederlands leger. Dat, dat biedt tegen wie gaan we ons dan verdedigen? Ja. Tegen de Belgen of zo? <laughs> ja, sowieso stelt dat leger al niet zo Stelten heel goed. Tegen die op. Duitsers, Neonazi's of zoiets. Nee, hoor, kom op. Nou, nou, serieus zijn. Nee, je zult eerst een, een heel noodzakelijk statement moeten maken. Om moet je te zeggen. definitie moeten maken van wat je wil met dat leger. Als je dat niet doet, ja, dan blijf je ook. Dat was toch het, 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 het beleid van het Nederlandse leger was. Dat we in alle geweldspectra mee zouden moeten kunnen doen. Nou, oh, nou, toch. Op. Wat een klertskoek is dat nou toch. Ik bedoel, we zijn een piepklein land. Oh, dat mocht ik niet meer zeggen. Er was iemand die had een brief geschreven. Dat ik niet als maar piepklein land me zou mogen ah, zeggen. Ik las wel eens van... Hij zei dat wij toch een hele substantiële industriële mogendheid waren. Daar heeft die meneer groot gelijk in. Maar wijs, tussen de grote spelers op het wereldtoneel, te weten China, de Verenigde Staten, eventueel India, wellicht ooit Brazilië, als ze daar de, ooit de trein op de rails krijgen, zijn wij een dwerg. Mm. En hij is, onze betekenis is vooral een, als een onderdeel, een constructief onderdeel van de Europese Unie. Hans Hille in dit uh, verhaal die zei van ik wilde toch uh, die bezuinigingen iets wat afzwakken. Dat, was toen, dat schrijft dus Tom Jan Mees ook in dat stuk in NRC. En die heeft Rutten hem schijnbaar gebeld van geen sprake van. Stuur de brief maar naar de koning, dit moet er door. Ik kan me dat van hele best voorstellen, hij was minister van Defensie. Hmm. Dus dan moet je je portefeuille ja. verdedigen als de minister-president zegt van het moet allemaal weg, die spullen. En ja. Ja, dat was natuurlijk ook. Uh, maar goed, ik kan, ik kan met die stemming. In, in, in de jaren na het eind van de koude oorlog best voorstellen. Eh, jaren 90, de holiday from history. Ja. Ik ben ook een keer bij zo'n bijeenkomst geweest van het EDF, het European Defense Fund. En wat ik wel interessant vond is dat het vroeger zo was dat uh, bedrijven keken naar wat er in de defensieindustrie gebeurt en daar dus uh, hardware op gingen bouwen. Het is nu juist omgekeerd. Hè? Defensie kijkt naar wat gebeurt er bij MKB bedrijven, wat gebeurt er bij andere grote bedrijven. En daar gaan zij... ...op meeliften of halen ze inspiratie vandaan... ...voor de spullen die ze in het leger inzetten. Ze willen dus ook heel graag samenwerken met die partijen. Ja, nou ja. Nou lijkt het me dat een MKB-bedrijf... Dus ...een hele andere taak heeft dan een, dan een vechtend leger... ...wat hele specifieke taken heeft. Maar goed, we hebben nu een oorlog... ...of zijn we bezig een oorlog te voeren in Europa. Laten we de Oekraïne even... ...die reken ik ook tot Europa. Ik heb daar geen moeite mee. Idem, Dito, Wit, Rusland enzovoort. Um. Laten we eens kijken wat, wat die oorlog ons leert over de moderne oorlogvoering. Er is natuurlijk heel terecht op gewezen dat de oorlogvoering in de Oekraïne in allerlei opzichten ouderwetse oorlogvoering is. Maar tegelijkertijd kun je erop wijzen dat een aanzienlijk deel van die oorlogvoering eigenlijk nieuwe wetse oorlogvoering is. Denk aan de effectiviteit van al die anti-tank -anti spulletjes. Die, die door één man zonder al te grote moeite bediend kunnen worden. Denk misschien aan die quads. Het zijn allemaal dingen die, alles een, die al wel een militaire geschiedenis hadden, maar hier kun je zien of het effectief is ja of nee. En of je eventueel zelf in die richting je wilt ontwikkelen. Of dat je bijvoorbeeld alleen als Nederlands leger een ondersteunende functie wilt hebben. voor grotere landen die ook een omvangrijk, niet waar, geweldsapparaat erop nahouden. Bijvoorbeeld de Engelsen of de Fransen. Of de, Duiden, nou, de Duitsers die hebben ook erg veel piefpa, voef oepers, geloof ik. En je ziet dat er in Nederland een enorme behoefte is aan schieten. Je kunt zo'n zo paar honderdduizend vrijwilligers krijgen, Dat maar geschoten kan worden als mag maar geknald kan worden. Denk je dat die oorlog in Oekraïne nog lang doorgaat? Dat denk ik wel, ja. Nou ja, langer dan wenselijk is, laten we het zo zeggen. Maar komt die tot een einde in 2023? Dat zou me enorm verbazen. Ik heb geen idee eerlijk gezegd. Alles maar. lijkt erop dat ze het lang gaan volhouden. Ja, zeker bij Poetin. Zeker. Ja, Poetin heeft met zoveel woorden gezegd: ik heb geduld. En ja, dat is door een tal van mensen opgemerkt dat die Oekraïners het fantastisch gedaan hebben en nog steeds fantastisch doen. Maar dat als je definieert dat je einddoel is: het verwijderen van alle Russen van het soevereine grondgebied van de Oekraïne. Nou ja, dat je dat A waarschijnlijk niet gaat lukken. En B. Op zijn best ja, zou, het, zou, de, zou het huidige Rusland in elkaar moeten zakken of moeten imploderen of exploderen. Dus dat ja, een beetje realistische visie leert ons dat dat waarschijnlijk niet gaat gebeuren. Dus dan moet je wel weten ongeveer wat je wil en wat je niet wil. Dat die Oekraïners, zolang ze het initiatief hebben natuurlijk, eh, niet van de zaak gaan roepen dat ze graag willen onderhandelen en wat, wat de minimum zouden zijn. Ja, dat is inherent aan elk, elk potentieel onderhandelingsproces. Dat je niet van tevoren gaat vertellen: nou ja, mijn laatste bot is dit of dat. Dat doe je niet. Heb jij nog iets gelezen over de sancties die Rusland nu treft? Ik heb het idee dat ze. Nou ja, ja ik begreep uit The Economist, ik zag alleen de kop hoor, ik moest het. een berichtje van gisteren. dat de Russische economie het verrassend goed gedraaid heeft de afgelopen jaar. Nou ja. Kijk, ja, die sancties hebben effect, zonder meer. Maar eh, aanzienlijk minder en minder hinderend voor de oorlogvoering dan wij gedacht hebben. Dat de Russen niets terecht hebben gebracht van de oorlogvoering, lag aan het feit dat ze, dat ze waardeloze rommel hadden en waardeloos geleid werden. En ik begreep, maar nou vergeten waar ze als gewoonlijk, een gebrek aan getrainde onderofficieren. Je las altijd dat de Weermacht zo goed was, omdat ze zulke voortreffelijke onderofficieren hadden. Dat zijn natuurlijk de lui die als je in het treppeltje zit. die, die moeten weten wat je, wat je kunt doen en wat je niet kunt doen. Mm -hmm. Dat betekent dus ook als het lang duurt dat het Westen zal moeten blijven bijspringen. met in ieder geval wapens. Zonder, zonder meer. En dat zullen we ook naar mijn idee doen en moeten doen. Ja, ik geloof dat niemand daar aan twijfelt dat dat zo is. En, en dat het voor onszelf ook natuurlijk van eminent belang is. dat Rusland. Ja, dat is altijd, zal altijd en neem elkaar gepraat moeten worden. Maar dat, Rus, dat het is voor ieders, in ieders belang in, in het westen van Europa, dat Rusland zwaar beschadigd uit die oorlog tevoorschijn komt. Dan moet je wel weer met ze in gesprek. Dat, dat vond ik ook van die, van die reden van Scholz, eh, een paar dagen geleden, ik weet niet precies meer wanneer. Ja, dat je kunt wel maar zeggen dat het allemaal verschrikkelijk is, dat is zo. Maar tenslotte moet je weer met ze in gesprek. Rusland is daar. Ja. Rusland gaat niet weg. Het kan zijn dat Poetin ooit weggaat. Het kan zijn dat die club van dieven en moordenaars ooit weggaat. Maar ook daar zou ik niet al te zeker van zijn. Er is geen enkele indicatie dat Rusland, laten we zeggen, de, het, het binnenleven heeft om een fatsoenlijke democratie te worden. Daar geloof ik eerlijk gezegd geen peest van. Die Paus Benedictus die nu is overleden, dat was... Ja, uh... was wel heel oud hoor. 3, 95 volgens mij? Nou, niet waarstek oud. En hij, was, uh, ja, hij heeft wel volgens mij voor wat verandering gezorgd. Maar het was een hele conservatieve keel. Extreem conservatief. Ja. Heel anders dan de paus die er nu zit. Ja, ja die ooit mijn sympathie gewonnen heeft omdat hij in een Renault 4 rijdt. Maar voor de rest denk ik dat. Uh, ja, het probleem natuurlijk van de rooms-katholieke kerk is dat, dat het de stervende organisatie is in West-Europa. Maar dat het in allerlei werelddelen waar ze het moeilijk hebben. Daar draait het goed en daar winnen ze gelovigen. Deze man, die was sinds. Ik de... gezegd. Uh, is het niet een van mijn topzorgen, de Rooms-Katholiek? Nee, ik wil net zeggen. Ik was deze man ook weer een beetje vergeten. Ik dacht van, hij is toen gestopt, inderdaad, om gezondheidsredenen in 2013 al. Ja, dus, toen uh, was hij al 85, geloof ik. of ja. iets dergelijks. Ja, maar hij was. heeft het dan toch nog een hele tijd volgehouden. Ja, je hij heeft topverzorging. He. Ja. ja. Je zit daar natuurlijk. Uh, uh, ja. Nee, maar omdat de kans dat hij daar een burn-out zou hebben gekregen, dat hij niet groot was. Nee, nee, die hebben het wel goed voor elkaar. Dat, dat kan ook begreep In de tijd natuurlijk heel goed dat hij het helemaal niet aankom. Ja. Dus dat hij het ook eigenlijk beter niet had kunnen worden. Ja. Okay. Nou, we moeten het nog hebben over dat boek van Anne Geet van Bergen. Maar dat gaan we wel de volgende keer doen. Het is daar nou sowieso een ontzettend leuk boek. Daar, daar hij natuurlijk... heeft ook enorm veel succes mee gehad. Dus ja. het is ook niet zo dat het een, een, een vergeten boek is, of zo, in tegendeel. Maar het, het, was, het is leuk gedaan en het is een enorm goed idee. En het probleem is dat veel historici eh, weinig interesse hebben voor dit soort van dingen. Hoe heeft de wasmachine zich ontwikkeld na de Tweede Wereldoorlog? kunt zeggen, wat kan mij dat schelen, de wasmachine, dat toontijdperk? Maar voor vrouwen was dat een volstrekt essentiële zaak. Ik zie mijn moeder nog aanvankelijk hammersen met van die wastijlen die op het, op het gaskomfoortje... Moesten staan. Hè? We gaan het daar ook nog over hebben. Hé, hey! daar hebben we mijn kleinzoon. Hitler was een product van de omstandigheden. Maarten Verrossum over Hitler. De Joden streefden naar een eigen wereldheerschappij. Ze waren dus een parasitair ras wat in feite die vitaliteit van. Het volk, in dit geval het Duitse volk, wezenlijk bedreigder. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. In Amerika is op dit moment de grootste techbeurs van de wereld aan de gang. Welkom bij CES 2023. En er zijn ook heel veel Nederlanders, waaronder Han Dirks van Alphabeats, een start-up uit Eindhoven die muziek gebruikt om onze hersenen te trainen. Als je kijkt wat er in je hoofd gebeurt, in je brein, dan kunnen we een aantal soorten hersengolven meten. Het hele gesprek dat ik met hem had en de manier waarop hij probeert om de wereld te veroveren, hoor je in de podcast Sea Level. Het linkje naar het gesprek staat in de show notes.